En in de verte ligt ons huisje. En hier stond ik een tweetal weken geleden met deze Jeep ramvast. Hier rechts is een oude krappaddock waar we koeien 3 maanden gevreten hebben. Wel te zien, denk ik. En dan gaan we bergaf. Helemaal naar beneden. Hier links staan koeien die een zogenoemde springers zijn. Dat zijn koeien die bijna aan bevalling toe zijn. En die staan maar een beetje te eten en te liggen en te doen en af en toe bevallen. En in de verte, zeg maar, tot aan de bomen zijn onze weilanden. En die schuur wat je onder aan de weg ziet staan, dat is een zogenoemde hooischuur. Waar wij, hoe heet het, gedroogd gras en zo in op gaan slaan. En balen neer gaan zetten voor komende winter. Wat eigenlijk pas weer over een jaar is, want het is al een hele week lente. En het is wel te merken, want het is 17 graden. En ik zit in mijn korte broek en t-shirtje. En ik ben best wel bruin. Zo, dan zijn we bijna onderaan. Afgelopen nacht heeft het best wel hard geregend. Alles is zeiknat. Zoals je ziet, links waterplasje, rechts zie je water in het weilandje. Hier, dit is een trailer waar we de kalfjes in vervoeren. We zijn ongeveer een kleine 2,5 kilometer van de melkschuur af. En dan gaan we weer verder. Net waren we helemaal naar boven. Wat boompjes. Ik zal al mijn ramen ook even openmaken. Kan je ook zien wat daar is. Dat is ook een mega weiland van 22 of 23 hectare. Dit gaat vanaf de hooischuur tot aan de bomen en nog verder. Dit is dan zo'n zogenoemde runoff. Er komen alleen de koeien, zeg maar, die niet gemolken worden. Nou, zoals je ziet, het gras groeit best wel redelijk. Hier hebben we 3 weken geleden een koe op gestaan. Het was helemaal kaal. Het is nu weer een klein 20 centimeter hoog. Dat is onze hek, zeg maar, die zo'n beetje de runoff. Weet het, achter alles achter de bomen is. De runoff zo'n beetje. Daar rechts, dat bruine, het zijn 2 oude kropvelden waar koeien hebben gestaan. In totaal hebben er iets van bijna 600 koeien op de krop gestaan. Er zijn er nu nog 173 of zo. 174. Ik ga nu eerst naar de krop en daarna pas naar de shed. De melkstal zo genoemd. Dit is ook een weiland dat gebruikt wordt voor melken. En hier rechts ook. Er loopt 1 koe in als het goed is. Nou ja, daar staat ze. Geen idee waarom die er staat, maar het zal wel. Toen ik helemaal boven op de berg was, dat is daar helemaal bovenaan waar het bruine is. Waar de bomen eindigen, zeg maar, helemaal.
dit noemen ze een race. Dat is eigenlijk een voor de weg waar koeien overheen wandelen van een weilandje naar de melkstal. En wij rijden erover naar huis. Het is geen verharde weg, maar het is wel gemaakt van steen. En met modder erop is het best plat. Zoals je ziet, mijn oude spoor lag bijna uit de bocht. Oh, dat was er niet dus, want die is wat verloren. Hier hebben we gewoon een stuk water wat hieronder doorloopt. Hier hebben we links en rechts nog een afslag waar we naartoe kunnen. En weer water. En gassen! Hier links staan koeien. Even kijken wat de kleur ze hebben. Volgens mij is het de blauwe of de groene. Het zijn de blauwe. Dat is zogenoemd de eerste herd. Er zitten 350 koeien in. En die melk was eerst iedere morgen. Zoals je ziet zijn ze druk bezig met eten. Als ze klaar zijn met eten, zeg maar, dan worden nog een paar keer in hun maag verteerd. En dan gaan ze meestal liggen. Zoals je ziet, er liggen er al een paar. En die zijn al het eten aan verteren om het zetten in melk. Sommigen hebben ook horens. Ik weet niet waar ze lopen, maar hier staat er in met hoorntjes. Hele kleine hoorntjes, heel lief en schattig. Maar er lopen er een paar rond, die hebben wat grote hoorns en die weten ze ook altijd te gebruiken. Ja, en zeggen moe! Oké, hier komen we op een ander stuk, of ja, het zouden pad nog steeds, maar er liggen kiezelsteentjes. Dus voor de koeien hun poten zeg maar beter. Omdat het gewoon zachter is. En hier is de ingang van hun weilandje wat ik vanmorgen dichtgemaakt heb. Ik ga hier zo meteen linksaf. Rechtdoor is de melkstal. In de verte zie je al die blinkende ijzershit. Dat zijn onze silo's en tanks en zo. En ik ga nou hier naar links. Ik zet je even op pauze. Hier hebben allemaal van die bungee dingen. Dit rood zeg maar de koeien op de race. Hier zie je dat er stroom op staat en zo. Er staat best wel wat stroom op en als je hem aanraakt, voel je het wel. Daar zijn we in de auto. Dan gaan we weer berg op. Links nog de koeien. En als je verder doorkijkt, zie je nog meer koeien staan. Als je het pand volgt, dan zie je ook onze melkstal al in de verte. Ja, het is één stuk rechtdoor rijden en dan. Hier is het pas helemaal nieuw. Kieteltjes zijn er niet echt aangereden, dus we maken een hoop herrie en stof. En ja, als je op je scooter bent of bike, dan ga je op je bek. Want je zakt erin weg en zo. Maar gelukkig heb ik de auto en die heeft er geen problemen mee. Ja, hier weer een kruising. Dit doet de regen dus. Dat is gewoon een stuk weggespoeld van 20 centimeter diep ongeveer. En hier zie je hoe hard het nog stroomt van vanmorgen. Ja, hard. Ik ga hier linksaf. Ik ga richting de kropkoeien. Die daar denk ik. Ja, ik weet eigenlijk altijd dat ze gewoon er doorheen zijn gebroken. Hossa! En toen zagen we niks meer. Uitrustjes aan. En daar staat ook iemand met een tractor die ze gaat voeren. Of gevoerd heeft. En ik ga ophangen.